kijken naar deze video. Vandaag wil ik jullie laten zien dat het mogelijk is om een workout te doen in je eigen tuin met de kinderen. Je hebt hiervoor geen matje, geen dumbbell, geen bench of step-up of wat dan ook nodig. Alleen je eigen lichaam en een timer en meer niet. Mijn kinderen liepen gewoon zelfs om mij heen terwijl ik deze workout deed. Het was super simpel, ze vonden het ook leuk om mee te doen. Het is een plyometric circuit, wat betekent dat we inderdaad ons lichaamsgewicht gaan gebruiken. Ons hartslag omhoog willen houden. En het circuitje bestaat uit 5 oefeningen en dat gaan we 4 keer herhalen. En tussen de setjes door, tussen de rondes door, hou ik 1 tot 2 minuten rust. Als je dit soort video's leuk vindt, geef dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En dan hou ik je er niet langer op. Let's start the video. We beginnen de workout gelijk goed, met namelijk burpees. Ik heb echt een haat-liefdeverhouding met burpees. Je ziet mijn zoon ook langslopen van, mam, dit ziet er echt verschrikkelijk uit, wat ben je aan het uitspoken? Burpees brengen je hartslag gelijk omhoog, zit je goed in de vetverbrandingszone. Ik doe er 20 per ronde en ik doe ze gelijk aan het begin, want ze activeren gelijk iedere spier in je lichaam. Dus je bent goed opgewarmd en je bent eigenlijk goed van start met je workout. Na de burpees gaan we verder met de mountain climbers, ook hiervan doe ik er weer 20. Probeer hierbij je rug recht te houden en in ieder geval een flink tempo aan te houden om je hartslag omhoog te houden. Want bij de derde oefening kan je wat meer rust pakken. De derde oefening zijn namelijk crunches. Je zou hier eventueel ook een sit-up kunnen doen of een leg raise of iets van een buikspieroefening die jij zelf veel meer prettiger vindt als bijvoorbeeld de crunch. Ik vind zelf een crunch veel fijner. Met een sit-up heb ik echt een kussentje nodig en leg raises op de harde tuin vond ik zelf niet zo heel erg succes. Dus ik doe het bij crunches. Hou hierbij je armen naast je oren, doe je ellebogen wat naar buiten. Ik merk dat dat voor mij scheelt dat ik niet te veel aan mijn hoofd ga trekken. En dat de kracht echt uit mijn buikspieren komt in plaats van uit mijn nek. En de vierde oefening die wij gaan doen zijn squats. Ik zet hierbij mijn voeten op heupbreedte, dus niet breder of smaller als dat. Want dan train je net andere delen van je bovenbenen en van je billen. En ik wil nu echt vooral mijn hamstrings en mijn billen trainen. Dus ik zet mijn benen op heupwijdte en ik zak zo ver mogelijk door mijn knie dat mijn knieën ook over mijn tenen heen gaan. En aan het einde van de oefening, als ik helemaal naar boven ben, knijp ik nog even mijn billen en duw ik mijn heupen wat verder naar voren. Zo activeer je iets meer je bilspieren, waardoor je wat meer een rondere kont gaat krijgen als je dit vaak genoeg doet. Geef net dat beetje extra, maakt een full range of motion, noemen ze dat. En om de ronde af te sluiten trek ik een sprintje. Ik ben echt verschrikkelijk slecht in sprintjes trekken. Dus dat ben ik een beetje aan het oefenen nu. Ik probeer mezelf daarin uit te dagen. Dus ik ga 2 keer dit paadje op en afrennen. In de hoop dat het een beetje mijn cardiovasculaire vermogen verbreedt. Dus dat ik wat makkelijker cardio kan gaan uitvoeren. Dat ik wat meer longinhoud krijg. En dat de rennen mij wat makkelijker afgaat. Dat ik eerst of straks in de zomer ook een rondje kan hardlopen. En dan is dat weer de afsluiter van deze ronde. Daarna neem ik 1 tot 2 minuten rust en herhaal ik dit hele circuitje nog 3 keer. Ja, je hoort het goed. Ik doe het 4 keer in totaal. Dus 4 keer de burpees, 4 keer de mountain climbers, 4 keer de crunches en ook 4 keer het sprintje. Dat was het ook gelijk voor deze video. Ik hoop dat jullie wat inspiratie op hebben gedaan. Dat je ook makkelijk thuis met je kinderen in de tuin een workout zou kunnen doen. Ik voeg aan het einde inderdaad weer gewoon wat bloepertjes of wat grappige momenten van de workout toe. En hoop ik dat jullie deze video leuk vonden. Geef me een duimpje omhoog als dat zo was. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En dan zie ik jullie in de volgende. Doei!